Het ongeluk gebeurde op een zandwaai bij mijn naam. Door onbekende oorzaak rekte de man de macht door zijn stuur kwiet en bedarde er op een kop in de sleet. Een toevallig passerende boer heeft maar zijn trekker de auto rucht op kregen. Het is behoorlijk heftig, want je weet het net waar je ontreffen. Je doet het door en dan is maar wat zit erin, hoeveel zit erin. Ik heb voor het vrij, maar hoeveel erin zit. Nou, je zit er alleen in, heb je bij het bewustzijn. De man, een 23-jarige inwoner van Sint-Anne, is maar verwoedingsoorbrug naar het medisch centrum in Ljouwert. Er lag nog een jas in de auto. De politie had daarom toch nog zocht naar een mogelijk oren inzittende, maar die is net voen.